Studenten van het Stanislas College in Pijnakker zijn hard aan het werk op basisschool De Winde in Noodorp, in het kader van het huiswerkproject van Young Connection. De studenten geven elke week een uur extra huiswerkbegeleiding aan leerlingen met een taalachterstand. Deze vrijwilligers zijn maatschappelijke stagiairs van het Stanislas College. Die moeten 30 uur maatschappelijke stage doen in Pijnakker-Noodorp. En dat doen ze bij ons. En ja, bij ons kan je natuurlijk heel veel verschillende dingen doen. Dus deze meiden hebben gekozen voor huiswerkbegeleiding aan kinderen te geven. En daar zijn we ook heel trots op, omdat het jongeren en kinderen verbindt die kinderen ja, die uit gezinnen komen waar of geen Nederlands gesproken wordt, of die gewoon een achterstand hebben met taal. En in een klas met 30 kinderen kan de juf ze nooit zoveel aandacht geven een uur lang als hier wel. En het is voor die stagiairs ook hartstikke leuk, want die jongeren die moeten soms ook weer even denken hoe gaat het ook weer met de staardeling. En die leren er ook omgaan met kinderen en uitleggen van sommen mee. Dus dat is, het werkt aan twee kanten. En dan kijk je welk getal hiervan af kan halen. Of als je er bijvoorbeeld een 0 achter zet, dus dat is 80. Dus dan bijvoorbeeld kan je 126. Dat is heel belangrijk. Wij hebben aardig wat kinderen die hier niet geboren zijn. En die stromen bij ons binnen in de schakelklas. Het zijn vaak kinderen die heel graag willen werken. Dat krijgen ze ook van huis uit mee. Ze willen graag goed presteren. Maar ze hebben natuurlijk taalachterstand. Dus ook als ze anderhalf jaar in de schakelklas gezeten hebben en ze daar uitstromen, dan zullen ze toch zullen ze nog lang toch wat extra hulp nodig hebben om bijvoorbeeld huiswerk te kunnen maken. U stapte hier net binnen en toen zei u, wat een hoop juffen. Ja, wat fantastisch, hè? Ja, ik heb er in mijn eentje 24, maar ik zie hier een heleboel extra handen in de klas. Super. Het is iets heel anders dan ik had verwacht, want ik had nooit bedacht om docent te worden of überhaupt kinderen te helpen. Eigenlijk vind ik het best wel leuk. De kinderen zijn heel aardig en best wel vrolijk altijd. Normaal heb ik heb hem eigenlijk niet zo vaak, maar dit keer ging het ook goed, dus. Ja, kijk. Hey, en zit er een carrière als docent in? Nee, ik wil een dokter worden, dus voor mij zit het er niet in. Hoe gaat dat hier? Hoe is dat zo samen met zo'n juf? Goed. Ja, wat heb je gedaan? Rekenen. En je zou natuurlijk ook gewoon thuishuiswerk kunnen maken. Is dit beter? Nee. Liever thuis. Ja. Maar het is wel leuk om te doen. Of, Het huiswerkproject van Young Connection is een van de projecten van het jongerennetwerk. Daarnaast zijn er nog allerlei andere activiteiten. Ja, we hebben natuurlijk het oudere bezoekmaatjesproject, waarbij jongeren één keer in de week of één keer in de twee weken langsgaan bij een alleenstaande ouderen. Die mensen kijken daar vaak dagenlang naar uit, naar zo'n bezoekje. Eventjes praten over ditjes en datjes, soms een bepaalde hobby die ze samen doen, dat gebeurt ook. En we hebben natuurlijk de huiswerkklassen zoals hier, maar ook in Pijnakker op donderdagmiddag op de Jozefschool. En daarnaast natuurlijk nog alle andere projecten die we regelmatig doen.